voorlopige selectie van het Nederlands elftal wentelt zich vandaag op deze Pinksterzondag nog in de weelde van de 4-1 in Brussel. Een fantastische overwinning op de nummer 2 van de FIFA wereldranglijst. 24 spelers. Vincent Janssen is er nog niet, treedt vandaag in het huwelijk, sluit aanstaande donderdag aan. De aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, is inmiddels een vakantie gegund, dus die is er niet meer bij. En de vice aanvoerder van het Nederlands elftal, Georgino Wijnaldum, die viert ook vakantie. En dat doet hij goed, zo leert hij ons vandaag via zijn Instagram-account nog even weten. Jeroen Stekelenburg en Martien Appelman maakten het volgende verslag van de dag van vandaag van Oranje. Dit is het nieuwe koningskoppel van het Nederlands elftal, Memphis Depay en Steven Bergwijn. Ze krijgen het vertrouwen van de bondscoach en zij leveren wel, wedstrijd na wedstrijd. Vandaag dus 24 spelers bij de training. Voorafgaand aan die sessie is er een mediamoment en wij hadden graag Noah Lang gesproken. Maar Lang staat niet op de lijst beschikbare spelers. En dus zullen we nooit te weten krijgen wat Lang gisteren op zijn shirt aantrof en wat hij er maar niet kreeg afgespoeld. Terug naar vanmorgen. We hebben een lijst ingeleverd met 3 namen en de andere 2 zijn zeer uitgebreid te spreken. Ake en De Ligt. Ja, is er een soort van euforische stemming na vrijdag? Ja, denk wel. Euforisch wil ik het niet noemen, maar het is wel een bevestiging dat we denk op de goede weg zijn en dat we ook tegen een topland als België zo kunnen spelen. Typisch De Ligt, op een topprof en het teambelang boven zijn eigen gevoel. Toch is er na wat aandringen ook een ander geluid. Kijk, als je altijd speelt, je bent altijd met de jongens en je wint, dan voel je echt, dan voel je wel anders natuurlijk. En nu kom je binnen en je, laatste wedstrijd ben je dan een wissel. En dat, dat hoort natuurlijk ook bij het voetballers zijn. Doet dat pijn? Is dat vervelend? Nou ja, kijk, hoe ga je het zeggen? Het is natuurlijk niet de ideale situatie. Alleen, het is wel een feit dat als voetballer dat er ook momenten zijn dat je wissel gezet kan worden. Dat de bondscoach misschien bepaalt dat de andere jongens op die plek beter terechtkomen. En dat is het goed recht van de bondscoach. Onder Koeman altijd op het wedstrijdformulier. Daarna komt er concurrentie van Stefan de Vrij. En inmiddels heeft ook een aantal jonkies de aansluiting gevonden. Deze Jurjen Timber stond vrijdag rechts in het verdedigingsblok. Nathan Aké heeft zo'n beetje de tegengestelde weg bewandeld van De Ligt. Jarenlang alleen als wissel bij Oranje en nu bij Van Gaal in het nieuwe systeem zomaar in de basis. Het voelt niet per se anders, want ik denk wel dat ik altijd met hetzelfde idee hier aankwam. Mijn best doen op training en hopen dat je minuten kan maken en als je minuten maakt jezelf laat zien. Weet jij er wel eens moedeloos van? Nee, moedeloos niet, want ik denk dat het altijd een eer is om hier te komen. Maar natuurlijk wel op een gegeven moment wil je natuurlijk wel ook je bijdrage leveren. In afwezigheid van Van Dijk is Daley Blind vermoedelijk aanvoerder tegen Wales. Aké zou zomaar opnieuw in de basis kunnen starten. Hij heeft namelijk de op 3 na minste speelminuten van alle internationals. Toch blijft hij in Manchester. Hij wil namelijk niks liever dan nog een jaar trainen onder Guardiola. Hoe ik hem nu heb meegemaakt, wel de beste trainer waar ik ooit mee heb gewerkt, denk ik. Hoe die tactisch is en hoe die het spel ziet is... Is fantastisch om te werken. Wat maakt hem speciaal? Ja, ik denk gewoon het tactische element wat hij heeft. Hoe hij wedstrijden voorbereidt. Elke wedstrijd toch weer iets anders. Omdat de tegenstander zo en zo speelt. Dus de ruimtes zijn weer ergens anders. Dus hoe hij die kleine details ziet is wel mooi om te zien. En je leert er gewoon heel veel van. Aké blijft dus bij City. De Ligt is iets minder stellig. Ja, op dit moment zijn er echt wel gesprekken met Juventus. Alleen... op dit moment staat gewoon rustig voor. Ik focus me gewoon op wat ik het beste kan doen. Dat is op het veld voetballen. En uiteindelijk dan, als het moment daar is, dan zal ik beslissen of ik wil verlengen of verder wil kijken. En dat is dus heel wat anders dan ik wil per se bij Juventus blijven. Ik kijk altijd naar wat is het beste voor mezelf qua sportief project. En op dit moment... Juventus weet ook dat het de afgelopen jaren, we zijn 2 jaar achter elkaar 4 geworden, dat het niet goed genoeg is. Dus daar zullen we ook, zullen wij als Juventus zijn, dan moeten wij daar ook stap in maken. Dan nog even beeld van gisteren. De nieuwe assistent Edgar Davids en Matthijs de Ligt.